Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we veel bewolking, boven België is de bewolking wat dunner en dat betekent dat we vandaag dus veel bewolking hebben, maar lokaal kan even de zon doorbreken. Vooral in het oosten en zuiden kan echt ook een spatje modregen vallen en de temperaturen zijn bijzonder hoog, want lokaal is het vanochtend al 12 graden. Het wordt een zeer zachte dag, maxima blijven de hele dag tussen de 10 en de 12 graden schommelen. Daarbij grotendeels droog weer, dus lokaal een spatje modregen, Stevige Zuidwestenwind ook. Vanavond gaat het vaker regenen, dan trekt het regengebied van Noordwest naar Zuidoost. En je ziet het, de temperaturen blijven ook vanavond hoog. Pas in de nachtelijke uren daalt het kwik naar een graad of 8. Morgen overdag dan 8 tot 10 graden. Opnieuw veel bewolking. Af en toe wat regen. Het kan uh, ja, eigenlijk weinig zonneschijn opleveren de dag. Kijken we wat verder vooruit, dan zien we de zon wel af en toe doorbreken. Maar uh, echt mooi weer wordt het niet. Want zelfs woensdag met wat meer zon moeten we smiddags ook weer rekening houden met buien. Daarbij kan het ook onweren. En donderdag en vrijdag worden gewoon weer wisselvallige dagen. Temperaturen gaan dus wel een stapje naar beneden doen, maar ook dat is nog iets boven normaal. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.